Wat hebben drones en boeren met elkaar te maken? In ieder geval hebben ze allebei een connectie met 5G. Welkom bij deze nieuwe aflevering. Ik ben Luc en vandaag gaan we het hebben over 5G en de natuur. Heel Nederland bereidt zich voor op de komst van 5G. Je hebt mensen die het liever zien gaan dan komen. Je hebt fans die niet kunnen wachten. En er zijn mensen die nog heel veel vragen hebben. In deze serie rijd ik door het hele land om die vragen te beantwoorden. En deze week komt de vraag van... Hey Luc! Hoi, ik begreep dat jij een vraag hebt over 5G. Ja, is al die straling nou goed voor de natuur? Wat denk je zelf? Ik denk niet dat het goed kan zijn. Er heerst dus veel onrust over 5G. Niet alleen over de gezondheidsrisico's of de veiligheidsrisico's, maar ook over de invloeden op de natuur. Zo zijn er verhalen van vogels in Den Haag die uit de lucht zouden zijn gevallen door 5G. En zou de afnemende bijenpopulatie te maken hebben met de toenemende elektromagnetische straling. Ook hier in het hoge noorden zouden de koeien van Jan last hebben gehad van straling. Jan! Hoi! Jan, jij zag van de een op de andere dag jouw koeien helemaal veranderen, begrijp ik. Ja, dat was in oktober 2016, denk ik. Toen lagen we 's avonds net op bed. En opeens dachten we, wat is dat, een lawaai? Want wat gebeurde er dan precies? Nou ja, je zag eigenlijk in een paar seconden die hele koppel met de kop omhoog en gewoon in paniek. Ze renden bijna bij de muren omhoog. Ja. En waar waren ze dan bang voor? Ja, zeg het maar. Dat weet je niet. Nee, dat hebben ze niet gezegd. Nee. En wat vermoedde jij? Er zijn mensen die zeggen het is door de straling. Omdat het een aantal keren gebeurde, die winter en ook op meerdere bedrijven tegelijk, hebben we het in het nieuws gebracht. En toen zijn hier mensen komen, die hebben verteld van, nou, we denken hier aan, we denken daar aan, aardbevingen, straling. Ja. Van alles. Maar niemand die het zeker wist. De straling, je wist het niet zeker, maar het was wel een optie dat mensen zeiden van, nou, dat zou zo kunnen zijn. Nou ja, ik wist het niet. En als je het zelf niet weet, een ander die zegt, dat is het. Ja. Ja, dan kan je moeilijk zeggen, dat is het niet. Ja. Jan, ik begreep dat jij boeren helpt die denken dat ze last hebben van straling. Of dat hun dieren daar last van hebben. Dat klopt. Als de boeren problemen hebben en ze kunnen er geen vinger achter krijgen, dan mag ik nog eens een keer komen, ja. En heb je dat vaak? Zijn er veel boeren die daar last van hebben? Nou, dat gebeurt wel steeds meer. Steeds meer. Ja. Het is gewoon mijn werk. En waar hebben ze dan last van? Wat merk je dan? Vaak zie je als er een stralingspiek komt dat de koeien in één keer allemaal omhoog vliegen. En in één keer in de hoek vliegen allemaal. En op elkaar. En dan zitten ze allemaal zo in de lucht te kijken. Ja. En dan denken boeren vaak van ja, wat is dat toch? Ja. We hebben jou natuurlijk niet voor niets meegenomen naar Noord-Noord-Groningen. Want we zijn hier bij ook een boer, Jan, toevallig. Bij hem is sinds 2016 af en toe slaan zijn koeien op hol. Dus ik ben wel benieuwd wat jij hier in de stal dan daarvan merkt. Of jij iets daar een vinger op kan leggen. Zullen we even kijken? Dat is goed. Ja, dat is goed. Ja. Dit is de stal. Hier is het gebeurd. Hoe zou jij nu te werk gaan? Want ik ben benieuwd. Wat is het? Ik ga gewoon op mijn gevoel af. En ik moet zeggen, op dit moment is het eigenlijk gewoon vrij rustig. En hoe voel je dat dan? Wat voel je dan? Dat gaat dwars door je lichaam heen. Dus dan voel je je gewoon ongemakkelijk. Ja. Maar jij zegt eigenlijk, er is hier geen straling. Nee, er zit eigenlijk geen druk wat dat betreft. Nee. Nee. En zou het dan wel zo kunnen zijn dat die koeien op hol sloegen, dat door straling kwam volgens jou? Ja. Ja, want ik maak het regelmatig mee. Ja. En wat ik dan eraan doe, is die stralingen blokkeren. Ik werk bijvoorbeeld ook heel veel met zout om de straling buiten de stal te houden. Met zout? Ja, met zout. En dus hoe werkt dat dan? Als ik een ringleiding leg rond de stal met zout, dan zie je vaak dat die koeien dus niet meer gaan rennen of de hoek in vliegen of wat dan ook. Maar elektromagnetische straling gaat dwars door zout heen? Dat denken jullie. Dat denken wij? Nee, die koeien... Wie zijn wij in dit geval? De mensen. En die koeien, op het moment dat jij daar een ring zout om de stal hebt gelegd, dan zijn de koeien helemaal blij? Dan zijn de koeien weer helemaal blij. Ja, ja. Nou, dat is uiteindelijk, uiteindelijk is dat dan waar het op draait, ja. Toch? Ja. Ja. Volgens sommige mensen zouden de koeien van Jan dus op hol zijn geslagen door straling. Ik ben vooral benieuwd wat de wetenschap erover te zeggen heeft. Ha, Monique. Dag, Luc. Spreeuwen en bijen die doodgaan, kan dat door straling komen? Dat is heel onwaarschijnlijk. Er is wel een tijdje geleden in Den Haag zijn spreeuwen dood neergevallen, waarvan men dacht dat het door een 5G-antenne kwam. Maar dat is een broodje aap. Er was helemaal geen 5G-testantenne in de buurt op dat moment. Er is onderzoek gedaan naar die spreeuwen die toen dood zijn gegaan. En er zijn twee verklaringen. Of die beesten hebben taxus gegeten en zijn daardoor vergiftigd. Of ze zijn ergens van geschrokken en hebben zich te pletten gevlogen. Maar straling, dat is echt onwaarschijnlijk.
Voor bijen, en andere insecten hebben het al jaren moeilijk, al voordat 5G kwam. Daar zijn verschillende oorzaken, mogelijke oorzaken voor aan te wijzen die heel wat waarschijnlijker zijn dan straling. Bijvoorbeeld de afname in biodiversiteit, het gebruik van bestrijdingsmiddelen of bepaalde ziekten of parasieten onder insecten die voorkomen. De straling, nee, dat is heel onwaarschijnlijk. En de koeien van Jan dan? Die koeien, dat was in oktober 2016. Toen waren er ook nog helemaal geen testopstellingen voor 5G in Nederland. Andere zendmasten waren er natuurlijk wel. Maar er is nooit onderzoek gedaan naar de effecten van straling van zendmasten op koeien of andere dieren. Dus ja, er is gewoon nooit aanleiding geweest om daar onderzoek naar te doen. Dankjewel, Monique. Graag gedaan. Er is dus nog weinig bekend over de invloed op de natuur. Maar maakt Nederland zich hier een beetje druk om? Ik moet zeggen dat ik er eigenlijk niet heel veel over heb nagedacht. Nee? Ik heb het echt ook niet. Nee. Vast niet, maar ja. Nee, we zijn toch al aardig bezig met van alles kapot aan het maken. Ik denk dat 5G geen invloed heeft op het milieu. Ik kan er zelf nog niet over oordelen, omdat ik er zelf nog niet mee werk. En ik heb het ook nog niet gezien, de effecten ervan. Het neemt plek in. Dus als het een plek inneemt, dan moet iemand anders plaatsmaken. Of iets anders. En wat dat dan is, dat weet ik niet. Misschien is dat onze gezondheid, misschien is dat het milieu, misschien is dat... Ik weet het niet. Ik denk niet dat dat iets is waar we ons druk om moeten maken. Ja, ik denk dat 5G wel effect gaat hebben op de natuur bijvoorbeeld. Misschien de aarde opwarmen, weet ik niet. Maar ik heb wel gelezen dat vogels er last van hebben. Dat vogels doodgaan bijvoorbeeld. Dat die 5G-straling. 5G kan ook veel goeds betekenen voor de natuur. Bijvoorbeeld voor onze boeren. Daarom ben ik vandaag in Drenthe, waar Gerard mij alles kan vertellen over deze nieuwe ontwikkelingen in de landbouw. Gerard, we staan hier in het prachtige Drenthe. Wat doen jullie hier precies? We zijn hier bezig met de ontwikkeling van de nieuwe technieken. We zijn aan het kijken met 5G... hoe we data die gegenereerd worden door drones op onze percelen snel kunnen versturen. En op die manier zeg maar de trekker laten aansturen om zo plaatsspecifiek onze gewasbeschermingsmiddelen te kunnen toepassen. Ja. Zoals we het in het verleden deden, was het natuurlijk, dat begon maandag, dan vloog de drone. En dan duurde dat een paar dagen en dan kreeg je je beelden weer terug. Ja, ondertussen waren die omstandigheden natuurlijk erg veranderd. En zag je, was het gewas al gegroeid of het regende die dag? En dan kan ik niks. En tegenwoordig met snel internet worden de beelden gemaakt, de drone vliegt, de beelden worden weggezonden, verwerkt en ik krijg ze weer terug in de spuitcomputer. Ja, dus eigenlijk met 5G maakt dingen mogelijk die jullie met 4G niet zouden kunnen? Nee, met name. Hè, je ziet al, dat een gewas is natuurlijk een enorme massa. Hè, er worden heel veel foto's van gemaakt, heel veel opnames. Dat is dus ook heel veel data wat verzonden moet worden. En die data die kan met 5G snel verzonden worden. Ja. Kijk, hier zie je het beeld. Dit is eigenlijk de boerderij. Dit is een droneopname die gemaakt is van ons hele bedrijf. Ja. Daar kunnen we de percelen natuurlijk mooi op zien. Ik zie vooral contrastverschil eigenlijk. Ja, dat is met name ook waar we natuurlijk mee werken. We werken met de hoeveelheid loof, de hoeveelheid blad wat op een plant staat. Ja. En dat is een van de aansturingsmechanismen om een taak uit te maken en om een machine te laten aansturen. Ja. Je ziet dan hier... waar veel wit is, daar is veel blad. Dus daar zijn de bloemen al in bloei, om het zo maar even te zeggen. En waar het zwart is, daar zijn de planten nog niet zo goed aan het groeien. Dus daar moet meer gespoten worden. En dat is dan de taak, zeg maar. Ja, dus uiteindelijk geeft dat natuurlijk een besparing op het milieu. Dat geeft ook besparing in de kosten. Aan de andere kant wil ik ook graag daar toepassen waar het meest nodig is. Ja. Dat geeft natuurlijk die druk op het milieu waar je beter mee omgaat. Ja. Nou, ik wil het eigenlijk wel zien, als dat kan. Volgens dat mij. Kan. Ja, gaan we doen. Een stukje rijden? Wij gaan een stukje rijden. Zo dan. Ik vind het machtig, Gerard. Mooi. Ja, toch? Ja, leuk om te zien, hè, dat het... de huidige techniek zo ontwikkeld is dat we al zover zijn. Ja, en zou je dan ook nog willen dat straks niet alleen de drones, maar ook de apparaten worden aangestuurd door 5G, dat eigenlijk alles autonoom gaat? Ja, ik denk dat zou ik best wel willen, want dat scheelt natuurlijk best wel in de arbeidskosten. Alleen, ja, we hebben ook te maken met wet en regelgeving. Dus hoe dat allemaal zich gaat ontwikkelen, dat durf ik je niet aan te geven. Ja, en je wil natuurlijk ook een beetje boer blijven. Je wil niet volledig IT'er worden, zeg maar. Inderdaad wil ik niet volledig IT'er worden. Hè. Dus ik hoop ook alles dat plug and play gaat worden. Aan de andere kant blijf ik denk ik als boer ook nodig. Van ja, uiteindelijk, je moet natuurlijk ook wel laten zien
wat dat gewas heeft. En je wilt natuurlijk ook graag bekijken van, hé, maar wat zegt dat gewas mij? Wat, hey, die droombeeld, die heeft iets bepaald, die heeft een plaats bepaald. Dan moet ik als boer even gaan kijken. Moet ik wel wat doen, moet ik niets gaan doen? Ja. Dus boer blijven, dat blijven we zeker. In deze laatste aflevering ging ik op zoek naar het antwoord op de vraag of 5G invloed heeft op de natuur. Daar is geen bewijs voor, maar er zijn nog veel mensen die zich zorgen maken en dus zullen we nog meer onderzoek daarnaar moeten doen. Ik hoop dat je nu een beetje een beeld hebt van het nieuwe 5G-netwerk en wat je ervan kan verwachten. Als er in de toekomst nog ontwikkelingen zijn, kom ik zeker bij je terug. Maar voor nu, tot ziens.